Hey mensen, Mark hier voor Dynasty met vandaag weer een nieuwe video. De titel is waarschijnlijk een kleine spoiler. Een duimpje omhoog op deze video zou ik enorm waarderen. Als deze video 1000 likes staat, zou het fucking tof zijn. Ik denk persoonlijk dat het kan. Alleen werkt YouTube kennelijk niet mee. Bij sommigen kwam mijn video van gisteren pas om 10:30 vandaag in de subbox. Bij sommigen was hij hier gisteravond helemaal niet. Dan ik denk, what the fuck is dit nou? Dus druk vooral dat belletje en als je geabonneerd bent, dan help je jezelf enorm. Dan krijg je hopelijk een melding van wanneer ik upload. Ik zeg hopelijk, want ja, je weet dus nooit of YouTube dat ding doet. We hebben mijn laatste 10 games van de Wicked League. En dit zijn de games die ik het minst leuk vind. Specifiek omdat ik weet dat als je de vorige aflevering wel hebt gezien, dan kan je... Ik geef je tijd even om aan te klikken. Je hebt nu nog een paar seconden, ietsje rechtsbovenin. Oké, je tijd is nu voorbij. Ik ging 17 om 3 naar 20 games. Dat houdt in dat ik een vorm van plus 14 heb en dat ik dus tegen mensen kom die om en bij hetzelfde. Dus het kan plus 15, plus 13, plus 12 zijn. Weet je, dat soort dingen. Dat zijn gewoon belachelijk goede spelers. En ik beschouw mezelf niet als een belachelijk goede speler. Weet je, ik kan aardig aanvallen en ik kan wat leuke dingen doen hier en daar. Maar ik ben niet zo goed als al die gasten met hun Neymars, de Ronaldo's, de CBO's. Die kom ik ook een paar keer tegen. Dat ik denk, nou, waarom ik? Weet je wel, why always me? Noem maar Balotelli. Maar ik ging er gewoon voor. En ik merkte dat ik gisteren in de video uit enthousiasme iets te vaak zei, dan weet je wel hoe laat het is. Ga ik even op letten. Mijn excuses is een foutje dat ik even maakte. Ik had wat moeite in deze games. Zeker ook vanwege de teams waar ik tegenkwam. Weet je, ik zie dit team. Belachelijk ziek team. Ik kan geen zwakke plek spotten. En je kan claimen dat je een zwakke plek ziet, maar ik geloof niet dat je dan gelijk hebt. Maar we moesten gewoon proberen, weet je wel. Ik dacht van, ik ga er wel voor. Ik had er niet echt zin in, though. Het eerste wat ik dacht toen ik dit team zag is, ja, ik ben de Sjaak. Want, you know, ik had er geen zin in. Ik was al blij dat ik die eerste game won. Wat ik best wel knap vond, 4-1 winst en uiteindelijk nog een rage quit ook. Maar daarna werd het gewoon echt taai. Ik kom hier al 2-0 voor en er zijn nog geen 10 minuten, 2-0 achter en er zijn nog geen 10 minuten voorbij en hij komt hier weer met Neymar, pakt de bal op en die bal gaat er gelijk in. En ik heb als, je zag het, ik heb 2 schoten op dat moment. Ik doe niks in dit potje. En Neymar hier dan weer komt door, geeft de man en Mbappé. Mbappé ook, die wacht even. En het grappige is, sommige clips die je in deze game ziet, niet in deze game specifiek, maar in deze aflevering, is dat er komt op een gegeven moment een clip voorbij waarin iemand met Neymar de bal heeft, die gaat 16 in. En hij gaat weer de 16 uit, zodat hij een finesse shot kan doen. Ik denk dat de meta van deze game vrij goed omschrijft. Maar ik ging bij 5-0 weg, niet omdat ik boos was, absoluut niet. Maar ik had gewoon zoiets van, ik heb hier niks te zoeken. En voor mij is het niet echt goed voor mijn moraal als ik hier blijf hangen. En het zonder mijn controle weg te leggen, het 15-0 laat worden. Daar had ik niet echt zin in, weet je wel. Die guy was gewoon veel beter dan ik. En daar moet je ook gewoon eerlijk in kunnen zijn, weet je. Soms moet je gewoon zeggen, oké, hij was veel beter dan ik. Meerdere erkennen en gewoon doorgaan naar de volgende pot. En dat probeerde ik ook. Alleen, dat was wederom niet heel makkelijk. Hier zo, ik kom 1-0 achter. Uiteindelijk speel ik het vrij netjes uit. Maken we 1-1 net voor rust. Doen we dan goed. Maar ja, dan zie je gelijk na rust. Hij paast die bal zo snel rond allemaal, joh. En dan bijna weer die no-scope. Die verdomde no-scope. Ik scoor er een paar in deze video. Het zal je niet heel erg verbazen, want wie niet eigenlijk. Hij selecteert hier Ronaldo. En dit is wat ik een paar keer tegen hem heb gekregen de afgelopen weekend. Wat mensen heel goed kunnen. Is eerst dat je heel erg, zeker in de eerste 2-3 maanden van... Ik heb 2 penalty, je mist ze allebei. Het is legit geen herhaling van zijn eerste. Ik heb een paar mensen in deze aflevering. Want de eerste paar maanden, twee maanden laten we zeggen zeker. Was het zo dat mensen al hun corners neerposten gewoon smashen. Full power, de 16 gewoon echt corners no skill dit jaar. No skill. Alleen wat het ook zo is nu, is ik had dit weekend een paar mensen. En wat ze dan deden, was ze selecteerden met L1. Een van de ontvangers in de 16, meestal hun langste speler. Dan in deze guy's geval Ronaldo, want Ronaldo is een god in de lucht. En wat ze dan deden, is ze zorgden ervoor dat ze op de juiste plek gingen staan met die speler. Of ze wisten waar ze die bal wilden leggen met de voorzet. En dan maakten ze zelf de perfecte run. En ik merkte dat ik dat heel lastig te verdedigen vind. En als je niet echt begrijpt wat ik bedoel, kijk dan nog een keer die goal terug net die guy scoorde uit die corner met Ronaldo. Om een beetje een idee te krijgen van wat ik bedoel. Want dat vond ik lastig om tegen te spelen. En daar had ik ook, weet je, je ziet het, moeite mee. Want meestal weet ik corners wel wat ik moet doen tegenwoordig. Maar we komen hier al 1-0 voor en we blijven kansen creëren. Alleen, ik heb... Weet je, zo moeilijk als het soms lijkt te geloven, misschien voor sommigen. Vrij veel moeite met afmaken nog, weet je. Omdat het finesse zit niet in mijn systeem. Weet je, ik heb geaccepteerd dat dat is wat ik moet doen. En dat is ook zeker wat ik nu doe. Je ziet me heel vaak deze Wicked League gewoon echt heel veel finesse shots scoren. En dat is gewoon omdat dat moet. Soms zien ze er fraai uit, soms is het onrealistisch, zoals die no-scopes. Maar ja, je moet roeien met de riemen die je hebt, zo gezegd. Hier maak ik bijna fout. Eerste helft, dat deze guy 0 schoten en 0 op doel. Logisch. Dat hij dan 0 op doel heeft. Jezus, waarom zeg ik dat überhaupt? En daarna kreeg hij wel wat kansen. Maar ik had zoiets van, als ik hiervan verlies, dan baal ik gewoon van mezelf. En ik weet dat dat een uitstekende kans is om 1-0 voor te komen. Maar ik had zoiets van, dit gaan we gewoon niet laten gebeuren. En eindelijk kreeg ik hier wat ruimte. Hij liet me maar niet ademen. En dan hier zo maken we 1-0 met José Martínez. Komt hij hier nog door met Neymar. Waarschijnlijk zijn lame versie van zijn team of the year. Want net als iedereen een dienst door je oma had hij. En dan ja, uiteindelijk gaat hij er niet in. Blijft het 1-0. En dan zie je wel dat ik
klein beetje verdiend heb gewonnen deze pot. Komen op 20 wins, waar ik persoonlijk op blij mee was. Want ik ken mezelf, ik had dit makkelijk kunnen choken. En ik weet dat het lastig lijkt, want je zou 2 om 8 moeten gaan om gold 1 zelfs te choken. Maar het is gewoon, moreel gezien is dit gewoon, het zijn niet de leuke potjes. Iedereen heeft de hogere prime icons. Iedereen heeft een Ronaldo of een Neymar of een Mbappé. Weet je, iedereen heeft gewoon spelers waarvan je echt denkt, damn. Like, en ik weet dat ik een goed team heb, begrijp me niet verkeerd. Alleen mijn team is ook niet bijzonder indrukwekkend. Als je kijkt naar wat je tegenkomt op die ranks, weet je wel. Dus dat was dat. We komen 1-0 voor en we blijven gewoon pushen. Want ik had zoiets van, ja, kijk, ik ben nou niet echt het type dat kan gaan verdedigen en hopen op een countertje. Ik ga wel gewoon aanvallen en ik zie wel hoe en wat. En dan krijgt hij hier een bal, ja, niet ideaal. Laten we het zo zeggen, een Mbappé krijgt hem een wonder boven wonder niet in. Maar ja, je gaat op een gegeven moment je geluk op. Dat is gewoon hoe het is. Hier zo geeft hij de bal voor. Gaat hij erin. Griezmann via mijn keeper. Staat er 2-1. En dan probeer ik er gewoon wat van te maken. Kante hier houdt de bal. Ik heb gedurende de week erover nagedacht om wat van mijn spelers te verkopen. In de zin van, ik kon Maris, Kiet spelen. Lala en Alexander zou ik met winst kunnen verkopen. En dan gewoon te kijken, wat kan ik ergens een icon upgrade maken of zo? Want ik heb dus nu Lala en Alexander gehad. En ja, ze waren heel goed. Alleen ik heb niet het gevoel dat ik door hen elite haalde of zo. Ja, dat staat toch wel in de titel, dus je weet het toch wel op dit punt. Ze zijn goed, begrijp me niet verkeerd. Ze zijn echt heel goed, alleen was het echt zoveel beter dan Dani Alves bijvoorbeeld? Voor mij persoonlijk, ik twijfel. Dus dat is voor mij iets wat ik lastig vind om te zeggen. En kijk, ik heb natuurlijk, voor sommige mensen zeggen ze, ja, houden ze Lala, want ja, mensen hebben Lala's rode vorm en zo. Ik heb nog nooit voor mijn gevoel de beste speler van een Team of the Week gehad. Of in ieder geval de beste usable speler. Weet je, ik vond Felipe Anderson, vond ik toen al niks. Dat was toen zijn 86. En overal, ja, ik heb geen Alexandro rood. Ik heb geen Lala rood. Dat soort dingen. Ik heb geen Salah rood. Ik heb toevallig geluk gehad toen een keer met die Premier League player packs. Toen Salah in vorm was. Maar over het algemeen is mijn pack dit jaar niet super denderend. Dat voor mij kan je dat wel zeggen. Vind ik dan. Komen hier tot 3-3. Ik gaf het echt compleet weg bij deze guy toen ik 1-0 voor stond. Weet je, 3-1. En dan komt hij hier nog door. En dat was een goede speler. You know, ik vergeet vaak credit te geven aan dit soort mensen. Omdat, weet je, ik heb vroeger wel eens gedeeld. Vroeger, afgelopen weken, zelfs nog maanden. Ik ben een vrij slechte verliezer. Alleen, ik merkte zeker bij deze potjes, mijn tegenstanders waren gewoon beter. Kom ik tegen dit team. En misschien verwacht je het niet. Van, ja, wel een belachelijk ziek team nu. Echt een monster team in mijn ogen. Hij speelde 4-2-4. En ik weet dat dat op papier suicide formatie lijkt. Maar het ding is met die formatie, als je weet wat je doet, kan het echt bijzonder eng zijn om tegen te spelen. En hij was ook gewoon belachelijk groot. Hij creëerde superveel. Tot het punt dat ik dacht, gast, blijf nou even van me af, joh. Want hij kwam maar met aanvallen en kwam en kwam en kwam. En er was gewoon geen houden aan. En dus geheel volgens verwachting kom ik dan ook na rust onterecht 1-0 voor. Ik switchte naar 4-2-3-1. Want ja, 4-2-2 kreeg niet heel veel voor elkaar op in deze game. En ik kom 1-0 voor. Doe me lekker. Alleen daarna, ja, je weet gewoon met die aanvallers, met de runs die zij maken, je kan niet altijd alles verdedigen zo graag als ik het ook zou willen. Hou hier de penalty niet tegen, komt hij 2-1 voor. En daar baal ik een beetje van natuurlijk. Want ik had zoiets van, ik dacht dat ik in de buurt kwam van, ik heb hem. Weet je wel, mocht eigenlijk niet zo zijn. Rui Costa hier maakte wel 2-2. Want natuurlijk, hij is zo vaak voor mij. Er komt ook een punt dat ik hem in ga leveren. Ik ga het niet eens proberen te ontkennen. Ik weet alleen nog niet voor welke icon. Waarschijnlijk voor Vieira of Bergkamp. Iets in die richting. Weet je wel, de echte, de Arsenal icons waarvan ik zeg, ja, die komen in mijn team en die blijven in mijn team. Want op het moment dat ik Bergkamp haal, op het moment dat ik Vieira, nou ja, Vieira is super logisch. Maar op het moment dat ik Bergkamp haal, gaat er nooit meer een andere speler komen op die positie in mijn team. Ik denk dat dat wel duidelijk is. En ja, ik zal de SPC dan doen in plaats van hem kopen. De reden daarvoor is, ik had Rolls video van gisteren gezien, daar kan ik nog even op inhaken, want ik heb nog iets meer dan een minuut. Is, kijk, ik zag natuurlijk zijn video en hij zei van, oké, ik heb nu mijn team sowieso en dan kan ik weer toe gaan bouwen naar upgrades en dat is voor mij het leuke. Begrijp ik volledig. En ik vind het juist leuk om mijn Arsenal spelers heen te bouwen. You know, ik heb nog geen geluk gehad met de special cards ervan. Ik had niet de coins destijds om, Aubameyang te doen. Of althans, ik weet niet, ik kon me niet herinneren dat ik die had. Of anders was ik volledig blut en had ik letterlijk een brons team of zo wat omheen. Dus dat was een lastige situatie voor mij. Dit was een heel erg leuke game. Like, ik heb na deze game nog even met deze guy gesproken via PlayStation berichten. En we konden er allebei om lachen, want het was een bizarre game. Like, hij scoorde met zijn Lozano, ik gelijk met mijn Lozano. Toen kwamen die penalties en gewoon de 90 minuten daarvoor. Het was een leuke game. Eentje zoals je ze weinig hebt in Wicked League. Penalties, ja, we nemen ze allebei wel aardig. Kan je stellen, ik scoor mijn eerste 3. Hij scoort zijn eerste 3. Dus dan gaan we maar gewoon door. En je ziet al, we naderen al het einde van deze video. We naderen al het einde van de video, maar dit was de ene laatste game. En mijn laatste game kan ik persoonlijk heel erg van genieten. Echt big, big fan.
Nou, we missen allebei een penalty hier. Ik score. Eigenlijk heel erg geluk, want die bal had net zo goed tegen de paal kunnen vliegen. Ik win 5-4 op penalties en het was echt een superleuke pot dit. Echt genoten. En dat zeg ik niet omdat ik win. Dat was gewoon een goede pot. En dan komen we tegen dit team. En dit wordt leuk. Dit wordt echt heel erg leuk. Ik zeg alvast de video nadat hij is eindigd. Dus ik dank jullie alvast voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Team of the Week moet nog bekendgemaakt worden. Waarschijnlijk zijn de hoogtepunten alleen de GA Suarez. Ga ik mijn Team of the Week pack openen? Waarschijnlijk gewoon wel, weet je, hier laks in or it's not. Ik rage kit gelijk. En zo haal ik Elite. Letterlijk de kutste goal die ik dit weekend heb gescoord. Maar hij telt. We halen Elite 3. Ik dank jullie voor het kijken. Echt super awesome hoe jullie support is. Of een video nu wel of niet in de subbox komt. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Joejoe.